Goedemiddag Peter Sneltjes. Goedemiddag. Hallo. Zeg Peter, we staan hier in een vrij winderig en koud molenwaterpark. En we staan hier omdat jij hebt heel veel verstand van kikkers en padden en natuur in het algemeen. En nu hier is er in het molenwaterpark zitten ook kikkers, of daar wonen kikkers en padden. Klopt. En dat park gaat natuurlijk verbouwd worden. Kan je daar eens wat over vertellen? Wat is jouw rol en wat is er precies aan de hand? Nou, dat kan ik wel vertellen. Ik zit onder andere in de bewonersgroep. En daarin heb ik me eigenlijk een beetje als vertegenwoordiger opgesteld voor de padden die in het park aanwezig zijn. Hier zitten gewone kikkers, gewone padden, maar ook rugstreeppadden. Alle drie zijn ze beschermd, maar die rugstreeppadden is best wel bijzonder. Dat is een pioniersoort, dus dat wil zeggen het is een soort die hier voorkomt. En in watertjes die eigenlijk net ontstaan. Maar hier wordt het steeds nagebootst door bepaalde watertjes hier in het park. Door die leegtepompen in de winter, in het voorjaar weer te vullen met water. En dan tenminste het vroege voorjaar. Vervolgens kunnen de dieren daar hun eieren afzetten. En zodra ze veranderd zijn de padjes gaan ze tegelijk uit. En dat is eigenlijk, dat leegpompen wordt eigenlijk gedaan om het in, wat in de natuur gebeurt na te bootsen. En dat gebeurt tot nu toe, gebeurt dat dus al jaren op de manier? Dat gebeurt al jaren, zelfs ja. Dat gebeurde zelfs in de tijd dat miniatuur hier zat. Ja, precies. Ik heb wel eens begrepen, ik zie al vanaf de jaren 50 zitten die dieren. Maar ja, miniatuur is natuurlijk weggegaan, dus, maar de beheer op die manier is wel doorgegaan, maar wel met vrijwilligers. Maar nu gaat het behoorlijk rigoureus, wordt het park aangepakt, en dat klopt. Is het plan. En wat gebeurt er dan met die dieren en hoe gaan jullie daarmee om dan? Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben, hoe we het beste kunnen aanpakken. Want ja, je kan niet zomaar de bulldozer in het park zetten, want dan kan je de winterverblijfplaatsen verstoren. Of misschien wel de voortplantingswateren. Dus we moeten gewoon precies kijken van nou, welk deel wordt als eerste gedaan. Ik stel me zo voor dat er eerst voorzieningen getroffen worden voor de rugstreeppadden. Waar ze dan hun eieren af kunnen zetten. Dus denk aan schalen of iets anders waar water in gedaan wordt. Vervolgens, als dat gerealiseerd is, dan zou je daarna de winterverblijfplaatsen kunnen gaan realiseren, zeg maar. Want ja, dan is het toch zomer, dan zitten ze er niet. Nee, precies. Dus je zou het op die manier kunnen doen. Maar daar gaan we het nog over hebben. Jij denkt dat dan wel allemaal goed gaat komen? Daar, jawel, absoluut. Ja, geen probleem wat dat betreft. Nee, er wordt echt zorgvuldig mee omgegaan. Er worden ontheffingen aangevraagd. Van, ja, je bent in een leefgebied van een beschermd diersoort bezig. Ja. Dan moet je een ontheffing aanvragen. Nou, dat wordt ook gedaan door de gemeente Middelburg. En ik ben ervan overtuigd dat het echt goed komt. En jij bent in gesprek met en zowel de gemeente en zowel als de architect van het park. Al die mensen. Ja, vanuit de bewonersgroep heb ik ook een aantal dingen, aanbevelingen gedaan. En tot nog toe wordt alles overgenomen. En ecologisch adviesbureau is ermee bezig. Ja, precies. Dus ik heb er al vertrouwen in. Veel mensen met kennis. En daar ben ik nog wel benieuwd. Wat is precies jouw rol? Waarom weet jij veel van kikkers en padden? Hoe komt dat? Ja, het is een beetje een hobby eigenlijk. Ik vind het gewoon interessant. Ik ben gek op de natuur en ik vind vleermuizen leuk. Maar amfibieën vind ik ook heel interessant. Maar het is niet dat je erin bent afgestudeerd of iets dergelijks? Nee, absoluut niet. Nee. Maar je bent veel met de natuur bezig. Klopt, ja. Nou, leuk om even kennis te maken. En ik hoop dat je ons op de hoogte houdt de komende periode. Ja, dat is prima. Bedankt. Oké, dank je.